Zo, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Dank. Wilt u misschien wat suiker in uw thee? Ah, dank u wel, dank u. Goed, nou, voordat we beginnen, vind ik het fijn om even toe te lichten wat het doel is van dit gesprek. Ik zou graag even met u willen kijken naar de voortgang van uw dochter. Naar wat er goed gaat, en naar wat er iets minder goed gaat en wat we daar eventueel aan kunnen doen. En ik zou vooral even willen kijken naar de taalvaardigheid van uw dochter. Okay. Wilt u het verder nog ergens over hebben? Nee. U vertel alstublieft. Nou, mooi. Nou, allereerst wat goed gaat. Uw dochter is een ontzettend intelligente meid. Ze heeft echt heel, heel veel potentie. Ja. Ze werkt heel hard en wat me opvalt is dat ze heel precies is. Zij is echt een perfectioniste in de positieve zin van het woord. Als zij aan een taakje begint, dan ik merk ook dat ze het dan zelf ook heel graag goed nakijkt. Ze wil van mij ook graag horen wat er eventueel nog beter kan. Ze kan goed omgaan met feedback. Ze is heel leergierig. Ze stelt de goede vragen. En ze helpt ook andere kinderen als die moeite hebben met iets. Zij helpen, ja. Ja, ja. Herkent u dat? Welke positieve dingen ziet u zelf? Ja, zij helpt altijd. Zij helpt altijd, ook in de huizen. Zij helpt altijd. Ze is echt, echt lieve meisje. Ook in de weekend. Wij doen samen boodschappen. Is heel gezellig. Ja. En zij is heel slim. Heel slimme meisje. Ja, zeker. Ik ben echt heel blij met haar. Nou, wat fijn. Ik kan me helemaal alles bij voorstellen. Ze is heel intelligent en behulpzaam dus ook, als ik het zo alles, hoor. Alles. Dank u wel. Nou, u mag zeker trots op haar zijn. Waar ik even met u naar wil kijken, dat is het volgende. Zoals ik kan zien op de tablet, dit is een werkje waar zij, een taalwerkje waar ze vorige week aan is begonnen. Sorry, hoe is dat? Oh, je kunt gewoon swipen met uw vinger. Precies. Kijk, zoals u kunt zien, maakt ze best wel veel fouten in de werkwoordvervoegingen. In de verleden tijd. Dat zijn die rode streepjes. En dat is gezien haar achtergrond natuurlijk helemaal niet zo gek. Maar het is voor haar algemene ontwikkeling wel ontzettend belangrijk dat verbetert. Want anders zou ze alsnog achter kunnen komen te liggen. En dat is gewoon heel erg zonde, want het is een enorm pientere meid. Ja, dat is niet goed. Ik wil haar graag helpen. Mm-hmm. Hoe kan ik helpen met dat? Nou, ik heb begrepen van haar. Ze me vertelt dat ze thuis niet zoveel Nederlands spreekt. Klopt dat? Nee. Ik praat niet Nederlands thuis. Ja, dat zie ik toch wel echt als een probleem. Dat is een probleem. Ja, kijk, als zij thuis niet wordt gestimuleerd om Nederlands te spreken. Dan is de tijd die ze besteedt aan het spreken van Nederlands gewoon beperkt tot wat we er op school aan doen. En ja, ik ben bang dat dat echt niet genoeg is. Niet genoeg? Nee, want ze leert natuurlijk wel van de medeleerlingen. Alleen bij dit soort taalvaardigheid is het gewoon ontzettend belangrijk dat ze veel oefent in veel verschillende situaties. Hè? Zo ook thuis bijvoorbeeld. Met het schrijven van brieven, in een dagboek. Ja. Snapt u dat? Ja, met dagboek. Veel oefenen met dagboek, ja. Ja, maar het is dus echt heel erg belangrijk dat u dat met haar samen gaat doen, hè? Samen doen. Ja, want u heeft daarin echt een voorbeeldfunctie. En uw positieve stimulans is voor haar ontzettend belangrijk, ook voor haar zelfvertrouwen. Begrijpt u dat? Ja, ik begrijp, maar ik niet goed schrijven, hè? Mm-hmm. Dat is moeilijk. Ja. Wat ik zou willen voorstellen, is het misschien een idee dat u wekelijks met haar haar werkje samen doorneemt. En dat u toch probeert om dat zoveel mogelijk in het Nederlands te doen. Ja, ik begrijp natuurlijk, ik snap dat het voor u best een uitdaging is, maar het is voor haar ontwikkeling echt ontzettend belangrijk dat dat toch wel gebeurt. En ja, daarnaast kan ik me voorstellen dat dat voor u zelf ook een enorm positieve en leerzame ervaring is. Nee. En daarnaast zou het doen van een schrijfopdracht die jullie samen herhalen ook een hele goede oefening kunnen zijn. Dat jullie bijvoorbeeld opschrijven, hè, wat jullie van het weekend hebben gedaan. Ja, de weekend. Ja, maar dat jullie dat echt samen gaan schrijven ook. Ja.
Is dat een goed idee? Ja, ik vind het een goed idee. Het is echt een goed idee. Wij maken het samen. Mm-hmm. Oké, okay. Fijn. Kijk, ik zal er natuurlijk in de klas ook extra aandacht aan besteden. Maar ik ben van mening dat als we dit probleem met z'n allen aanpakken, dat het ook allemaal goed kan komen. En dat ze het nog ver kan schoppen ook. Ja, echt. Ja. Mooi. Heeft u verder nog vragen? Nee, is goed. Ja. Oké, okay, dan zou ik willen voorstellen om het hier voor vanavond bij te laten. Hartelijk dank voor je komst. Dank u wel. Ja, een fijne avond nog. Dank u wel, bedankt. Dag hoor.